Dan PSV C1. Ook die ploeg speelde op zaterdagmiddag thuis op de Hertgang. En het trof een tegenstander van formaat, namelijk Sparta. Altijd een goede jeugdopleiding daar in Rotterdam. De eerste kans is dan ook voor de bezoekers. Sam Kloos met de inzet. Maar de redding van Arne Lekens, de 14-jarige doelman van PSV C1. Na die treffer komt PSV beter in de wedstrijd. De vrije trap is van Justin Lomwijk en de goal van Armando Obispo. En zo dus de voorsprong voor PSV C1. Het team dat gecoacht wordt door Edwin de Wijs en Jonas Kolka. Lekkere vrije trap. En Obispo staat daar helemaal vrij. De verdedigers van Sparta kijken elkaar aan. En Obispo die profiteert. En dus de 1-0 voorsprong. En PSV blijft er lekker kort op zitten. Dit is Fofana. Ruimte ligt er aan de buitenkant bij Yassine Alilou. Die heeft de tijd voor de voorzet. Die is dan ook aardig. Leandro Fernandez met de inzet in de handen van Menno Bergsen. Maar hij kan tevreden zijn tot dusver over die eerste helft. Edwin de Wijs. Na rust dan. Lars Dickens. Dickens wint het duel, maar geeft die bal dan blind terug. En dat is een prooi voor Oran Dag. Die gaat om doelman Lekens heen en dan staat het gelijk. Grote fout van deze Lars Dickens. En de spits van Sparta, Dag, anticipeert goed, omspeelt Lekens. En met buitenkant voet zorgt hij voor de gelijkmaker. En dat is een domper voor PSV C1. Vrije trap dan van Obispo, boven op de lat. Had hier zomaar de tweede kunnen maken namens PSV. En ook zijn tweede van de middag. Aanval loopt nog door. Wallenburg. Ook nu weer de ruimte aan de buitenkant bij Fernandez. Maar dit schotje is wel heel erg slap. De beste kans in deze aanval was voor Obispo. Die vrije trap boven op de lat. Dag heeft zich laten wegzakken uit de spits. Paasje buitenkant rechts is heel erg mooi op Frimpong. Diens voorzet is ook goed. En achterin is het Kloos met de 2-1. Prachtig uitgespeelde aanval van Sparta. Een vlijmscherpe counter. Eindigt uiteindelijk voor de voeten van Sam Kloos. En die schiet tegendraads binnen. Geen kans voor Lekens. En dus moet PSV op zoek naar de gelijkmaker. En dat biedt natuurlijk ruimte voor Sparta. Dag opent. Deze moet in de achtervolging bij doelpuntenmaker Kloos. Dit is Altintas. Heeft een hele goede voorzet. En dan is het Frimpong met de 3-1. En dan lijkt de wedstrijd toch beslist hier op de Hertgang. Goede voorzet. Dickens verliest het duel. Frimpong blijft meester over de situatie en passeert Lekens. Voor een derde maal dus al gepasseerd Arne Lekens. En het zou uiteindelijk nog erger worden voor PSV, want dit gebeurt helemaal vlak voor tijd. Opnieuw een counter. Dag met de bal terug op Altintas. En die lepelt die bal over Lekens heen. PSV C1 verliest thuis met 4-1 van Sparta. Het kwam dus nog wel op voorsprong via Obispo. Maar in de tweede helft trekt Sparta de wedstrijd naar zich toe. Het slotakkoord is van deze Altintas. En door die nederlaag staat PSV nu derde met 20 uit 9. Sparta is nu koploper met 22 uit 9.